Zijn excellentie, president Chandrika Prasad Santokhi, heeft op vrijdag 14 augustus 2020 een bezoek gebracht aan het Nationaal Leger. In de Memrebuko-kazerne werd het staatshoofd opgewacht door de strijdkrachten, die door hem in de hoedanigheid van opperbevelhebber werden geïnspecteerd. De communicatiedienst Suriname legde van dit bezoek van de president aan de defensieorganisatie het volgende voor u vast: Wij zijn bijzonder vereerd met de komst van de president. Zijne excellentie, de heer Chandrika Prasad Santoki. De president heeft de eenheden geïnspecteerd met als hoogtepunt de groet aan het vaandel van het nationaal leger. En dat is een bijzondere eer voor de krijgsmacht. Wij waarderen uw betrokkenheid door uw aanwezigheid vandaag in de kazerne. Want veiligheid is niet alleen waardevol, het is ook een basisvoorwaarde voor welvaart en welzijn. Het is me met plezier dat ik hier sta in de Mimrobuku kazerne. 2020 is voor de hele wereld een diep ingrijpend jaar. De coronapandemie bedreigt levens en de ontwikkeling van naties. Ook wij in Suriname zien dat de vijand niet komt in zwaar bewapende schepen, vliegtuigen of panzervoertuigen... Maar dat de vijand heel dichtbij is. Klein en onzichtbaar. Op de loer. Een nieuwe dreiging. Die ons persoonlijk leven en het openbaar leven op zijn kop heeft gezet. Deze nieuwe dreiging vraagt een mentale omslag. Besef van de ernst en de gevolgen. Het vraagt flexibiliteit. Aanpassing aan een nieuw normaal. Het vraagt durf en moed om de risico's in te schatten en ermee te dealen. Het vraagt om verantwoordelijkheid te nemen en vraagt om leiderschap om je land en je organisatie door deze moeilijke en onzekere tijden te leiden. Als samenleving, maar ook als defensieorganisatie, staan we oog in oog met deze dreiging. Deze, dreiging, deze dreigingen, maar ook nieuwe, zullen niet stoppen. Zelfvertrouwen, discipline en strijdlust hebben we nodig om als samenleving te overwinnen. Een militair is getraind om in de meest moeilijke situatie, zelfs wanneer je oog en oog staat met de dood, door te gaan. Een militair is een boegbeeld. Van vaderlandsliefde, van trouw, van dienstbaarheid, van moed en discipline. En dit is wat de regering verwacht, wat de samenleving verwacht. U bent nodig, u bent noodzakelijk en u moet de inspiratie zijn voor de vele andere mannen en vrouwen in de samenleving. De drang om meer geld op een oneerlijke, onoprechte manier mag nooit. En nimmer een smet leggen op het uniform. Of op de offers, offers die andere militairen brengen en hebben gebracht. Wij treden als eenheid naar buiten toe. Eenheid van gedrag. Eenheid van tenue. Wij zullen meer dan voorheen hieraan moeten werken. En kernwaarden van het militaire beroep hoog in onze banier dragen. Dames en heren. We zijn een rijk land met heel veel mogelijkheden. Maar op dit moment is de overheid arm. Er is nauwelijks geld in de staatskas. En wij staan voor grote schulden die afbetaald moeten worden. Wij gaan de economie op orde moeten krijgen. En het defensieapparaat gaat hieraan moeten bijdragen. We zullen moeten bezuinigen. Het geld van rond de 450 miljoen SRD op de begroting is bijkans 12% van datgene wat we verdienen als land. Hiervan gaat 425 miljoen naar het salaris van de meer dan 5000 leden van de Defensieorganisatie. Er blijft nauwelijks geld om de meest basale goederen te kopen. Vandaar dat u blijft vragen. Maar weinig krijgt. Dit gaat het komend jaar niet veranderen. We zullen weinig investeren in de aanschaf van tactische middelen. Maar dit betekent geen sinds het einde van de Defensieorganisatie. Geen sinds een stilstand. Integendeel zie ik mooie tijden voor het leger en de hele Defensieorganisatie. Tijden Waarin we kunnen bezinnen op onze taken, op onze uitdagingen en daar kunnen evalueren, herschikken en het leger professionaliseren. Het beste rendement halen uit het leger, uit onze defensieorganisatie. We moeten verantwoordelijkheid nemen en gaan bezuinigen. Vooral op personeelskosten. Elke militair zal effectief worden ingezet om de samenleving te dienen. Alleen als we gezamenlijk in staat zijn te besparen, zullen we kunnen investeren in het leger en deze innoveren, zodat we in staat zijn in te spelen op de nieuwe, uit nieuwe dreigingen. We gaan de komende periode afrekenen met bureaucratie en oneigenlijke taken. In dit kader hebben we de trend al gezet met ondersteuning van de top van het ministerie en de bevelhebber en de krijgsmachtcommandanten. Er zijn al 50 militairen teruggeroepen om ingezet te worden bij de bestrijding van COVID-19. Maar er zijn ook meerdere posten geëvalueerd en ook daar zijn militairen teruggehaald. Dispensaties en derde diensten zijn al aangepakt. De doorlichting van enkele afdelingen op kosten en baten is al begonnen. Zelfvoorzieningsprojecten als de kledingafdeling en ons project in Saramaka van Vrijburg gaan uitgebouwd worden. Dat zijn mooie projecten waar het leger bijdraagt aan kostenbesparing. Uniformen voor onze mensen. We zullen transparant, eerlijk en verantwoord ondersteunen en daar waar nodig geld verdienen. Binnen de kaders van de wet. Vestigen van het overheidsgezag in het binnenland en bijdragen aan meer veiligheid. Dat wordt de uitdaging de komende jaren. Dames en heren, civiel-militaire relaties zullen versterkt worden. Het leger moet dichter bij het publiek gaan staan. De militair moet niet alleen een beschermende hand zijn, maar een helpende hand in moeilijke tijden. Precies zoals we helpen bij de coronabestrijding, zoals we helpen bij rampen en transport van zoveel groepen in de samenleving. De komende tijd zullen we meer ondersteunen in de bouw en reparaties van overheidsgebouwen. En meer aandacht besteden aan kwetsbare groepen in de samenleving. Gebouwen, scholen, bejaardencentra, kinderthuizen gaan meer aandacht krijgen. Jaarlijks zullen we open deur houden voor open deur dagen georganiseerd worden voor de jeugd. Per slot van rekening wordt alles betaald met belastinggeld. Het volk mag zien, voelen en horen. Waar hun geld naartoe gaat. Deze gelegenheid is bovendien een unieke kans om de verschillende onderdelen van het leger te leren kennen. Te weten de luchtmacht, marine, lucht, landmacht, luchtmacht, marine en de militaire politie. Dit, met dit alles mogen wij de core business van het leger niet uit het oog verliezen. De uitdagingen op het gebied van de internationale en nationale veiligheid vereisen een brede benadering, vereisen samenwerking en een sterke informatiepositie. Ook gemotiveerde en tevreden mensen. Ontevredenheid en frustratie zijn niet de ingrediënten die we bij een leger kunnen gebruiken. Het is nu van belang dat er herstel en ordening plaatsvindt. Een extra uitdaging voor alle leidinggevenden in het leger. Zij zullen leiding moeten geven aan het veranderingsproces. Vandaar mijn oproep aan alle leidinggevenden. U zult moeten voorgaan in de verandering. U zult het voorbeeld moeten zijn van ethisch handelen. Leading by example. U zult met uw team met weinig middelen resultaten moeten neerzetten. Uw personeel kijkt naar u en handelt met en binnen de instructies die u geeft. U moet ze blijven motiveren en blijven inspireren om binnen de kernwaarden en binnen de wettelijke kaders. Handelen. Dames en heren, wij van de Defensie kennen geen attitude van bij de pakken neerzetten. Nee, wij zijn strijders. We zijn doorzetters en creatieve dieners. Wij hebben geleerd om te overleven, om van niets iets te maken. En dat gaat de trend zijn. De komende jaren. Dat we van Suriname het beste land maken in het Caribisch gebied. Suriname boven alles. Saranang naar lochtu voor Allah. Laat ik in de eerste plaats jullie bedanken voor de geweldige ontvangst, de goede begeleiding. Mijn waardering daarvoor aan de commandant en alle eenheden die vandaag hier opgesteld zijn. Bedankt voor de ontvangst van de president van de Republiek Suriname, van de opperbevelhebber. ...van de staatshoofd van de regeringsleider. Vele hoedanigheden, vele verantwoordelijkheden... ...allemaal geconcentreerd in één autoriteit. Het instituut van de president. En dat is wat onze grondwet duidelijk aangeeft. Namelijk... Dat die president als staatshoofd de verdedigingsverantwoordelijkheid heeft over de Republiek Suriname. Met zijn regering. Maar hij is ook voorzitter om nog binnen de taakstelling van veiligheid te blijven. De voorzitter van de Veiligheidsraad. Maar hij is ook opperbevelhebber. En hij voert het opperbevel over de strijdkrachten. En dat is, ik denk, de meest belangrijke reden van mijn aanwezigheid hier. Als opperbevelhebber. En dan voer je het opperbevel over een leger. Een leger. Wiens taken en verantwoordelijkheden vastgesteld zijn bij grondwet. En een van de belangrijkste taken daarbij is het uitoefenen van jouw taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechterzorg. En hier wil ik dit benadrukken, namelijk dat het leger haar taken uitoefent binnen het rechtsstatelijk bestel, binnen het democratisch bestel. De minister van defensie heeft al aangegeven wat de positie van het leger is en wat het beleid zal zijn binnen het defensiebestel. Ik heb ik hem op een scout toe. Soms zijn we scout toe. Dat is Justitie en politie. Maar het is aan jullie gelegen om haar snel te militariseren. En zorg dragen dat ze samen met jou, met jullie ondersteuning, van jullie een geweldig leger kan maken. Een trotse leger kan maken. Besef jullie al voldoende? Wie voor mij net gesproken heeft. Uma vrouw. Por de eerste keer in Suriname, als minister. Van Defensie, een vrouw. Book jonge applaus, Jéssica. Naua Djadja Ouma. Mas Sabal Legreboon. aks mi fa. Mas ze kent het. Maar ze moeten het beter leren kennen, samen met jullie. En ik dank jullie alvast dat jullie haar goed hebben ontvangen, goed hebben begeleid en samen met haar al begonnen zijn met het ontwikkelen van beleid na een grondige evaluatie. We zijn nog niet eens een maand aangetreden als regering. En we gaan niet zeggen vandaag wat we allemaal gedaan hebben binnen een maand. Dat laat ik aan de samenleving over. Maar we werken dag en nacht, ja. Zoals we beloofd hadden aan de samenleving. De anganeti wo roko giu. En als ik vandaag hier sta, dan geldt dat ook voor jullie. Dag en nacht gaan we samenwerken. Voor het land. Voor de wederopbouw. Voor veiligheid. Voor de verdediging van onze soevereiniteit, van onze territoriale integriteit, bescherming van onze grenzen, maar tegelijkertijd dienstbaar zijn aan de samenleving. Broeders en zusters, natuurlijk, willen jullie ook weten wat de visie van de president is, we eens naar het leger toe. Maar kom daarop terug. Maar laat ik alvast jullie allemaal bedanken, zoals gesteld door de minister van Defensie. Dat wij op dit moment in de wereld zitten met een pandemie, COVID-19, waar geen enkel land van uitgezonderd is en waar geen enkel autoriteit en of groeperingen, ongeacht je afkomst. Ongeacht wie je bent, in feite uitgezonderd is. En zo zijn wij als land ook niet uitgezonderd. En zo zult u als leger ook niet uitgezonderd zijn. Gelukkig heb ik mij weer onderworpen aan een test te gisteren. Gelukkig is het negatief. Maar we moeten ons blijven testen. Want daarom zijn jullie vandaag zo aangetreden. Dit was niet jouw uniform, jouw mondkapje, maar het is onderdeel geworden van ons leven. En dat is de grootste dreiging op dit moment voor de wereld en de Surinaamse gemeenschap. Strijd tegen het COVID-virus, zonder wapen. Strijd tegen het COVID-virus, zonder militair optreden. Maar wel een grote dreiging voor het land. En daar moeten we gezamenlijk als wereld, als regio en als land optreden om de samenleving te beschermen. De besmettingen nemen toe. En ik wil u bedanken als Nationaal Leger voor uw rol bij de bestrijding en de aanpak. Samen met andere diensten. Van het COVID-virus. En dit is wat het leger betekent voor de samenleving. Waar anderen niet meer durven, waar anderen stoppen, waar anderen eindigen, beginnen jullie. Waar anderen bang zijn, laat jullie moed zien en durf zien. Waar anderen onrustig zijn en paniek zijn, brengen jullie rust. Waar anderen onveilig zijn, breng je veiligheid. En zo zie ik dit nationaal leger. En als opperbevelhebber ga ik alles doen. Dit nationaal leger. Uw persoon, militair, ongeacht jouw rang. Maar ook andere militairen die hier niet aanwezig kunnen zijn, gedetacheerd zijn. Geef ik u de garantie dat ik mij volledig zal inzetten om van u als leger en u als persoon een professioneel leger en een professionele militair te maken. En u gaat daarvoor alle ruimte krijgen. Met trainingen, nationaal. Met vaardigheden, nationaal. Maar ook met regionale trainingen. We gaan weer het pad op van gezamenlijke oefeningen met andere legers in onze regio. Samen optrekken, samen trainen. Maar ook internationaal zullen we die bijdrage moeten leveren, wat de internationale gemeenschap ook van ons zal vragen. Maar daarvoor moet die readiness er zijn. Daarvoor moet die kwaliteit er zijn. Daarvoor moet die discipline er zijn. Daarvoor moet die know-how er zijn. Broeders en zusters, als regering zijn we aangetreden en ons beleid wordt binnenkort gepresenteerd middels het regeerprogramma 2020-2025. Met in de eerste fase beheersing van de crisis, ja, een crisisstrangen. Het is groot. Het is heel ernstig. Dat er maar één oplossing is tegen die crisis. Net zoals bij het COVID-virus. Eensgezind. In eenheid. en nationaal optreden. Van een ieder. Ongeacht wie je bent. En daarin staat dat we... ...het land gaan ontwikkelen in drie fasen. De urgentiefase, negen maanden. Daarna de stabilisatiefase, 24 maanden. En vervolgens de groeifase. En laten we ons focussen in deze crisisfase... ...naar de eerste maanden. En wat uw rol daarbij zal zijn. De minister heeft een paar al genoemd. Bezuinigen. U bent public good. U bent publiek bezit van de samenleving. U behoort tot het publieke domein van de samenleving. U bent onderdeel van de samenleving. En als de samenleving een crisis is, dan zult u daarbij ook een bijdrage moeten leveren. Bezuinigen. Efficiënter werken. Zonder afbreuk te doen aan uw kerntaken. Met minder, meer doen. Met weinige, meer resultaat. Presteren. Maar ik heb ook begrepen dat het leger, net als bij de aanpak van COVID-19-virus, ook een andere bijdrage kan leveren bij de aanpak van de crisis. En dat haal je ook uit de grondwettelijke taken van het leger, maar ook de taken die genoemd zijn in de wet op het nationaal leger. U kunt een bijdrage leveren aan de beheersing van de crisis. Hoe? Met uw kennis, met uw deskundigheid. Met uw discipline. Met alles wat u doet hier binnen het leger. Want u kunt, u kunt planten. U kunt de agrarische sector ontwikkelen. U kunt werken aan de productie van voedsel. Daar is alvast een bijdrage die u kunt leveren om die armoede in Suriname te bestrijden. Door meer te gaan produceren. Voor de samenleving. Tweede is, u heeft zoveel kennis en vaardigheden. We hebben net gezien, we hebben ontbijt gehad, ja dat mag ik ook zeggen. Met brood en voedsel, allemaal gebakken, geproduceerd door het nationaal leger. En er zijn zoveel gebieden in Suriname, zeker Wasabu, Apuradar, daar, die elke dag vragen naar een bakkerij. Daar is de kracht. Nationaal leger. Met haar kennis hoe zij een bakkerij hier draaien. Om kleine bakkerijen op te zetten in de verschillende gebieden. Het is een andere vorm. Waar je jezelf het dienstbaar stelt aan het volk van Suriname in tijd van crisis. En ik kan je zeggen, als president krijg ik dagelijks zoveel brieven. Een paar stuur ik naar First Lady. Van zoveel nood. Ja, zoveel hulp verzoeken. Ja, er is armoede in het land. Grote delen zijn arm geworden in het land. En die moeten we helpen. Met uw genie, met uw kennis. Soms hebben we steun nodig bij een bouwprojectje. Soms hebben we steun nodig om een dak te repareren. Als het regent. Daar kunnen we een handje helpen, als leger. Maar aan de andere kant, in de formele zin, zien we ook het politieapparaat daar. Dat enorme ondersteuning nodig heeft bij haar optreden. En ik kan me gelukkig prijzen toen ik minister van Justitie en Politie was. Hebben we direct na ons aantreden met minister Defensie, de heer Fernand, een overeenkomst getekend over structurele samenwerking tussen Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname. Met name optreden in het binnenland. En daar wil ik met name op focussen: dat we nu een goudprijs hebben in de wereld van meer dan 2000 US-dollar per trooi ons. Hoeveel verdienen wij eraan in deze tijd van crisis? Gelukkig heeft de Raad van Ministers al een besluit genomen: dat die orde- en goudsector, maar ook een speciaal team, gaat kijken naar die goudsector en snel maatregelen gaat treffen. Dat we kunnen verdienen uit deze sector. Niet die sector kapot maken, afbreken. Regulerend optreden. Begeleidend optreden. Wegmalen, quick gebruik om ons milieu te beschermen samenleving te beschermen. Maar milieuvriendelijke wijze begeleiden. En met een goed beleid van de regering. En al die mensen zullen 100% ook bereid zijn om mee te werken. Dat een deel van de inkomsten. Gaat naar onze staatskas. Dan profiteren we uit onze nationale rijkdommen. Maar ook die grote uitdaging van grote oliefondsen, dat zijn die grote uitdagingen voor het Nationaal Leger. Om onze natuurlijke hulpbronnen te beschermen, om onze wateren te beschermen. Broeders en zusters, mannen en vrouwen. Ik ben hier om u ook mede te delen dat ik vandaag hier als opperbevelhebber sta. En kijk naar u. Kijk naar het Nationaal Leger in stad, district en ook in de verre districten op de verschillende posten. Gelukkig heb ik in een andere hoedanigheid een paar van ze bezocht. En u weet zelf hoe ze daar werken. U weet zelf daar hoe ze gehuisvest zijn. U weet zelf hoe hun logistieke middelen zijn. En soms hebben ze ernstige problemen. Dan nog blijven ze op hun post. Dat nou een Jaja Militair. En dat is wat we van jullie gaan verwachten. Blijf in alle opzichten de militair voor de Republiek Suriname. Blijf ten alle tijden het nationaal leger van de Republiek Suriname. En dat zal de prioriteitspunten van mij zijn. Dat we van u een nationaal leger gaan maken. Dat van Suriname zal zijn. En dit leger zal niet behoren aan individuen. Dit leger zal niet behoren aan een politieke partij. Dit leger zal behoren aan de Republiek Suriname. En we verwachten van alle militairen op basis van een stukje nationalisme, patriotisme, dat we ons ook zo opstellen. Ik weet dat u geen makkelijke tijd heeft gehad. Maar u kijkt naar betere tijden, zoals het volk van Suriname heeft uitgekeken naar betere tijden en een besluit genomen heeft op 25 mei 2020. En voor u zal er ook betere tijden aantreden. U zult weer een professioneel leger worden. U zult weer, als u s'morgens opstaat en met trots naar het werk gaan. En er met trots zal er naar u gekeken worden. En niemand zal het gevoel hebben binnen het nationaal leger dat ze naar het werk gaan om als een wachter op te treden. Of als een beveiligingsman op te treden van wie dan ook u gaat werken voor Suriname. Mannen en vrouwen, we gaan het leger transformeren naar een leger dat in staat gesteld zal worden multifunctionele taken uit te voeren. Dat u zich houdt aan de kerntaken voor het totale grondgebied van Suriname, maar dat u ook die vaardigheden heeft om het korps Politie Suriname te ondersteunen bij de uitoefening van de politiële taken, zowel in stad als in district. Dat u ook ontwikkelingstaken gaat krijgen. Naar de Surinaamse samenleving toe. Dat je ook ondersteunende taken zal krijgen. naar overige diensten van de overheid. Mijn dames en heren. de samenleving kijkt uit naar het leger. dat dienstbaar zal zijn voor het volk. De samenleving kijkt uit naar het leger. Dat heel dicht bij het volk zou zijn. En we zullen het samen doen. U bent de deskundigen. U bent daarvoor getraind en opgeleid. U zult ons samen met de minister de juiste inzichten geven over die transformatie van het leger naar een professioneel leger. U zult ons met uw kennis en deskundigheid de nodige adviezen moeten geven. Hoe het Nationaal Leger landelijk te reorganiseren, te herstructureren. Mede tegen de achtergrond van nieuwe uitdagingen in de wereld. Waar we een wereld geworden zijn op basis van interdependentie. Wereld is afhankelijk geworden. Landen zijn afhankelijker geworden van elkaar. Met grensoverschrijdende veiligheidsvraagstukken. Met gezondheidsvraagstukken zoals COVID-19. Met terrorisme. Met andere vormen van georganiseerde criminaliteit. Waar u met uw deskundigheid ook die ondersteuning zal moeten geven. En we gaan het leger transformeren naar een hechte eenheid. En dat is wat ik hier zie: verschillende eenheden in verschillende kleuren. Landmacht. Luchtmacht, marine, militaire politie, daarop defensie. Ook eenheden. Maar het zijn die kleuren die slechts het onderscheid maken in professionaliteit en dienstonderdelen. Maar die kleuren zeggen ook dat je gezamenlijk die eenheid uitstralen hier zo. Eenheid in verscheidenheid. Zoals we dat ook zeggen van onze Republiek Suriname. Eenheid in verscheidenheid. Dat is wat we van jullie nodig hebben. Die eenheid moet verder bevorderd worden. De eenheid moet verder versterkt worden. En daar waar de eenheid kleine deukjes heeft opgelopen, daar waar die eenheid kleine beschadigingen opgelopen hebben. Dan gaan we dat repareren. Of het dat nou ligt in het bevorderingsbeleid. Of dat nou ligt in het benoemingsbeleid. Of dat nou ligt in het carrièrebeleid. We gaan dat herstellen. Zodat er geen ontevredenheid binnen het leger is. Dat mensen hard werken. En militaire dag en nacht werken. En zoveel jaren werken. En die bevorderingen uitblijven. Iedereen maakt aanspraak op bevordering. Op basis van hun prestatie. En we gaan het herstellen, samen met het ministerie. We willen een leger zijn dat zich onderscheidt van de rest. Jij zal het verschil daarbij uitmaken. You will be the difference. En ik heb de overtuiging, wat ik vandaag gezien heb, dat jullie ready zijn. En klaarstaan. Om net zoals de grondwet zegt, de regering. In haar beleid te ondersteunen. Maar tegelijkertijd roepen jullie op, regering, dit is onze situatie. De inventarisatie hebben we al gezien. Geef ons de ruimte, geef ons de middelen, geef ons de tools, geef ons alles wat we als leger nodig hebben en you will do the job.